Hallo, ik ben Bas. Erik. We gaan het hebben over wat wij denken dat de gemeente Zwijndrecht in 2040 doet. Op dit moment moet je je paspoort of identiteitsbewijs halen bij de gemeente. Wat wij denken dat in 2040 wordt gedaan, gaat Erik nu uitleggen. Wij denken dat ze bij de gemeente in 2040, de gemeente Zwijndrecht, een speciale app ontwikkelt om daar je paspoort of identiteitskaart op zet. Dus ook bij een controle van de politie. Op het vliegveld gewoon die app laat zien waar al je gegevens staan. Ja, dat is veel makkelijker dan je identiteitskaart of je paspoort. Die kan je nog wel vergeten. Je telefoon reed je gewoon niet. Je kan je links of rechts om, maar vergeet je gewoon niet. Deze was gewoon goed. Die ga ik wel inhouden. Maar ja, dit is gewoon tot nu toe goed. Ja. Maar tot vaak knipje. Ja, ja. Tot hier. Wij denken dat de gemeente Zwijndrecht in 2040 een speciale app ontwikkelt om je identiteitskaart of je paspoort op te zetten, zodat je bij een controle van de politie bijvoorbeeld gewoon je telefoon laat zien met je gegevens daarin. Dat je niet je paspoort of je identiteitskaart mee hoeft te nemen, of als je naar het vliegveld gaat. Dat je gewoon je telefoon kan laten zien, want die vergeet je gewoon niet. Maar ja, je idee kan je gewoon vergeten. Kan je links of rechts op, maar die vergeet je gewoon wel eens. Ja, een telefoon is gewoon nodig om rond deze tijd. Ja, die heeft iedereen wel bij, hè, Bas? Ja. Die heeft iedereen wel bij. Ja. Anders kan je deze vlog niet maken bijvoorbeeld. Nee, daar komt de telefoon. Dat is geen doos. Ja. En wij hopen dat ze dat gaan doen. En dat ze dat uiteindelijk gewoon... Dat het gewoon het makkelijkste is voor iedereen. Dat je niet, weet ik veel, deze documenten bij hoeft te hebben. Dus gewoon zo'n staal papier hebben om 2 minuten naar Frankrijk te gaan. Zo. Ja, dat is natuurlijk niks op. Maar de grenzen zijn open, maar dat doet er ook niet toe. Maar goed, voor het idee. Ja. Dat je gewoon, ja, wij hopen dat ook, qua ambachtig zijn, gewoon trotse dorp. Dat is gewoon dat gemeente Zwijndrecht de app bij andere gemeentes demonstreert. Dat doet het ook nog wel zodat iedereen het overneemt, zodat na een tijdje wereldwijd, nou of eerst landelijk. Ja, landelijk, laten we zo zeggen. En dan dat iedereen dat heeft, dat het gewoon makkelijk doorlopen is overal. Omdat je... Nou ja, landelijk helemaal wel een boel bubbas. En... Nee, ik ga gewoon doen. Als je bij wereldwijd, dan heeft ieder land het. Als je bij landelijk en gaat naar Amerika, heb je weer alsnog je idee nodig. Kan je niet je telefoon laten zien. Dat is zeker dat waar. Moet zo... Ja. Dan moet je gewoon wereldwijd gelijk. Ja, gewoon wereldwijd introduceren. En dat Zwijndrecht, dus net niet ambacht, weet je wel, dat kan introduceren. Dat vind ik gewoon jammer. Dat, laat het zo zeggen, laat ambacht dan de tweede gemeente worden geweest. Dan zijn we nog een beetje trots. Ja, dan hebben wij ook nog een beetje trots. Ja. Ja. Nou, wij hopen dat jullie het ook willen, graag. Ja. Graag willen, kan ik ook zo zeggen. En dat was onze vlog. Ja. Tot naar de outro. Fijn dat jullie hebben gekeken en ik hoop dat jullie, wij hopen dat jullie... Het leuk hebben gevonden en informatief dat jullie... Het voorstel indienen eigenlijk. Ja, dat jullie er iets mee gaan doen. Dat we niet een identiteitsbewijs mee op hebben, want de boetes daarvoor zijn redelijk duur. Ja. Dit was onze vlog. Fijne dag. De ballen.